Even naar iets anders toe, want we zitten nu in deze prachtige villa hier, hè, ja. In Eemnes. Ja. Hier werkt ook een collega van mij en die wil ook heel graag even iets tegen jou zeggen. Dit is toch allemaal veel tegen mij zeggen? Ja. Hi, lieve Jeroen. Wat leuk dat we elkaar eens op deze manier spreken. Ja, wist jij dat ik al Koffietijd presenteer samen met Quinty en Pernille vanaf 5 april 2010 en dat jij nog nooit bij ons te gast bent geweest? Misschien hebben we je ook nooit uitgenodigd, hoor, dat kan. Maar nu doet Daphne 5 uur live nog maar 2 maanden en jij zit hier al. Wat heeft Daphne en wat kan Daphne wat wij niet kunnen? Jeroen, Paul? Ik neem aan dat er een lijst is met exen waarop de leukste van waar je het eerste naartoe gaat. Ja, je hebt een soort exenkwartet. Voorzichtig wat je nu zegt. Nou, in de meeste, ik denk dat het meest eerlijke antwoord is eigenlijk, Loretta, ja. Als je wakker bent. Oh. Dat Loretta, jij en jouw collega's mij niet hebben uitgenodigd. Oh, nou, Loretta wilde nog even iets aan toevoegen, Jeroen. Je kan het goed maken. Als jij de laatste uitzending van Koffietijd van dit seizoen, dus dat is ergens eind mei, bij ons te gast wil zijn, dan gaan Pernille, Quinty en ik je heerlijk in de watten leggen. Nou, dat klinkt toch hartstikke goed. Door die afslaan. Ik heb ik moet dan, dacht ik, koken voor de kooklust. Ja, dat is vaak eind mei vaak, hè? Ja. Nou, die afspraak